vanaf. Doe ook maar een stokbrood. Ah! Nou, wat ga je? Twee, hè? Ja. Hey, shit, hoe weet je dat? Oh! Hij is echt. Hij weet alles. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik wilde eigenlijk goedemorgen zeggen, maar het is al bijna 6:30. Oh nee, het is precies 6:00. Moet je eens even kijken. Jongens, en ik ben aan het koken. En ik ga nu proberen het gerecht wat Hidde mij heeft geleerd, ga ik proberen na te maken. En nadat we hebben gegeten gaan we naar een woonbeurs. Want Ella's moeder die werkt bij een, bij een grote woonwinkel, zeg maar. En zij had kaarten voor een woonbeurs. Dus we gaan er gewoon lekker kijken. Kijken of we wat leuk zien. Misschien, ja, misschien dat iets voor op de muur of zo. We gaan gewoon lekker kijken. Maar eerst even lekker eten. Daar gaan we naar de beurs. Hey, hey, hey. Hey. Kijk, het enige wat we nog misschien nodig zouden hebben bij ons thuis is een schilderij. Iets voor aardig voor op de muur. En? Van die plankjes die jij kijkt, toch? Plankjes? Plankjes. Wat zijn dat, plankjes? Plankjes. Wat zei je? Plankjes. Nee, ik zou plankjes. Oh, die, voor... de, waar ik dingen op wil zetten. Ja, we gaan we 6 keer het bord zetten. Ja, en dan nog steeds niet zo begrijpen. Maar goed, we wilden eigenlijk bij de keuken daar van die plankjes op hangen en daar flessen op zetten. Of ja, of zoiets. Maar ik weet nog niet. Ja, we gaan gewoon lekker kijken, jongens. We zien het allemaal wel. Maar we gaan even lekker rondlopen, zeg. Daar zijn we. Wat gezellig. Lekker fluffy bankje. Ja, allemaal leuke spulletjes. Het is echt leuk om een beetje hier rond te kijken. Echt lachen. Je hebt er dus echt van alles. We gaan op zoek naar iets voor aan de muur. Ja, let's go. Marv. Kijk eens even. Hey, wat een pakje, hè? Niet normaal. In het licht al. Ja, in het licht. Zo, potjandori. Wat lachen, jongens. Marvin is hier best om te presenteren en zo. En hij was dingen aan het weggeven. Maar echt toevallig. Opeens stoot hij me aan. Zo, hey, Finn. Ik dacht, what the fuck? Maar toen dacht ik, hey, dat is Marvin. Wat toevallig. Ja, gezellig. Oh, jongens. Lekker kussen, jongens. Heerlijk. Nou, jongens, ik heb een heerlijk nieuw kussen gekocht. Ik had natuurlijk al kussens, maar ik was mijn kussen zat. Ja, en ik heb nu ook een nieuw kussen. Oh. Ah, ik ben benieuwd. Dat heb ik altijd, jongens, op dit soort beurzen. Zo, je hebt zoveel prikkels, jongen. Elk is een standje met allemaal weer andere dingetjes. En dan ben je nog bij mijn moeder. Die is nog echt... En kleurtjes, overal kleurtjes, alles. Er is alles, alles. Zo, jongens, ik zit weer in de auto. Ella die gaat met de ouders mee naar huis, want die moest morgen... Oh ja, dat is waar ook. Ella staat hier morgen op de beurs. Zij moet me bij haar moeder helpen. Maar goed, ik ga lekker naar huis en... Hé, ga eens even aan. Ik ga lekker naar huis en ik heb 2 kussens gekocht. Ze zagen er gewoon lekker uit, ze voelden goed. En het was allemaal allergisch vrij en zo. Nou, het is voor mij helemaal fantastisch. Dus ik heb er 2 gekocht en ik ben benieuwd of ze lekker slapen. Morgen heb ik afgesproken met Gio, want hij heeft nu een Ferrari Portofino volgens mij. En die moet hij morgen terugbrengen naar Ferrari. Maar of ik moet morgenochtend vroeger heen, of ik ga er vanavond al heen. Dus ik twijfel een beetje... Ja, ik zie het zo wel. Ik ga eerst even naar huis en dan kijken hoe laat ik thuis ben. En dan ga ik even bepalen of ik dus vanavond al erheen ga rijden of dat ik morgenochtend terug ga. Ik ben weer lekker thuis, jongens. En we gaan morgen om 11:00 gaan we de Ferrari terugbrengen. En dat is best wel ver. Alleen, ik had een Gio gevraagd van oké, hoe laat gaan we ongeveer de Ferrari wegbrengen. Maar we gaan pas om 11:00 wegrijden. Dus ik dacht, nou, weet je wat, ik blijf lekker thuis. Ga ik hier lekker slapen. En dan ga ik morgenochtend richting Gio. En dan gaan we samen helemaal aan de grens van Duitsland de auto wegbrengen. Maar jongens, ik ben blij met deze kussentjes. En... ik ben benieuwd hoe ze gaan slapen. Hey, goedemorgen dames en heren, jongens en meisjes. Ik heb eventjes mijn ontbijtje meegenomen. Het is een optimaal aardbeienkwartje. Het is niet het beste wat er is, maar goed. Ik had eventjes echt geen zin om nu te gaan ontbijten. Het is nu 10:00, maar ik heb gewoon geen trek. Ik weet niet hoe dat komt, maar ik heb geen trek. Dus ik dacht, ik neem gewoon even dit bakje mee. Maar goed, het is tijd om richting Gio te gaan. En dan gaan we helemaal naar de Duitse grens. Want we gaan de Ferrari Portofino gaan we terugbrengen. En gewoon een beetje chillen. En vanavond naar Walibi Fright Night. Dus let's go. Trouwens, ik ga vanavond naar Walibi Fright Night. Omdat Fanta staat er met een scare truck. Ze hebben daar gewoon een hele truck staan. En dan moet je dan doorheen lopen. En dan word je elke keer word je dus... dan laat ze je schrikken. En wij zijn uitgenodigd om Fanta om daarheen te gaan. Dus het wordt hartstikke gezellig. Ik ga met Noah, Liefs is er. Niek is er ook. Dus het wordt hartstikke leuk. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen, jongen. Hoe is ie? Even van mijn nieuwe auto. Ja, wat dik, man. Ja, ik heb gekocht. Echt? Gefeliciteerd. De groene plaat. Ja, nee, ik edit het wel gewoon, zeg maar, dat het geel is. Oké. Ja, is wel een dik ding, man. Ja, ik... Zo. Kijk, van deze... Ja, hij staat een beetje schuin nu in de garage, jongen. Zo, hij is wel echt dik. Ik ben echt verliefd. Ja, ik snap het wel. Een cabrioetje erbij, heerlijk. Echt verliefd. Kijk eens, jongens, hij is wel echt fucking dik. Ook lekker, man, dat het cabrio is. Fucking ziek. En dat interieur is ook fucking lijp. Ja, zou je er ook gaan? Interieur? Ja hoor.
Jij niet dan? Rood is vaak fout. Ja, maar hier. Ferrari kan het wel. Ja, maar zo ook niet. Met deze kleurencombinatie vind ik het niet fout. Nee. Als je een zwarte Ferrari hebt met een rode interieur. Dat is echt ja, dat is fout. Dat is een ghetto, deze weet je wel. Wat is? Bruin. Bruin. Dat is ook dik. Weet je dat het ook dik is? Jij. Nee. Ik ben al 4 kilo afgevallen. Echt? Ja, maar hoe? Wow, je bent echt ziek afgevallen. Oh, je krijgt een beetje overtollig vet. Je krijgt straks van die handkwabben zo. Ja. Dat is lekker als je hem zo. Ik kan hem vastpakken zo, ja. Boekie. Kijk eens. Oh jongens, kijk, hier is Poekie. Ik vind Poekie echt een topbeest. Hij is zo makkelijk. Gio, ik neem hem mee. Poekepoesje. Ik denk als jij hem mee zou nemen in de Ferrari dat dit nog best wel leuk zou vinden gewoon. Poekie. Ik denk dat Poekie het helemaal geweldig vindt. We zitten in de Ferrari Portofino. Mooi hè? Ja, wat een ding. Eerlijk? Ik vind deze echt fucking hard. Doe eens optrekken en doorschakelen. Wil je hem niet staan bij mij? Ja, ik... Zo! Grap ik! Huh? Zit er een ander uitlaatsysteem onder? Nee, het is gewoon standaard. Maar er komen dus ook een klap uit. Oh, het is Ferrari hè? Ja, maar die... Ja, oké, die van mij klapt niet zo. Nee, die van jou klapt niet zo hard hoor. Nee. Zo, dit is een geile bak. Ja, ik weet het. Holy shit. Zo, ik had het niet verwacht, nee. Maar. Zo, dit is echt heel lijp. De Ferrari dealer is trouwens echt hartstikke ver. Het is 2,5 uur rijden. Dus we zijn lekker onderweg. Maar gelukkig is er een heerlijk zonnetje vandaag. En kijk eens even, het is een cabrio. Jongens, zo zie je hem even, maar het is echt zo'n dikke bak, hé. Oh, en dat geluid is echt niet normaal. Ik vind doorschakelen bij een auto echt een van de lekkerste dingen die je... Ja, gewoon het lekkerste geluid van een auto. Maar dit is echt, het klinkt goed jongens, echt niet normaal. Zo jongens, het zonnetje is weg en het is opeens echt gewoon koud. Het is echt koud. Het is echt koud, maar gelukkig zijn we er bijna. We zijn er, daar is die. Oh, daar is het al. Ja, die ligt. Oh, lekker jongens. Brrr. Het begint nu koud te worden. Holy shit jongens, kijk even deze. Holy shit. Voor jou kunnen betalen denk ik. Ja, dit... Dit is voor jou wat te doen. Zo, we zijn weer lekker onderweg naar huis. En ik moet eigenlijk bij Gio om 5 uur... Huh? Wat? Oh, je hebt iets anders ingevuld. Toch? Nee. Ja. Wel. Ik kwam eerst om 5 uur. Oh, ja. Oh. Maar goed, ik moet eigenlijk bij Gio om 5 uur weg, want wat ik al zei, ik ga vanavond naar Walibi, maar ik moet eerst nog even langs huis, want Noah komt eerst langs mij. En dan gaan we eventjes lekker, eventjes enge mensen zien. Sta jij ook in Walibi, zonder masker? Ja, ik sta er ook. Oh, ja. Dik. Ja, leuk hè? Ja, echt leuk. Ja, ze zeiden, ja, je bent nog goedkoop, want bij jou hoef je niet sminken en alles. Dus, ja, wel handig man. Ja. Ja, dat is wel handig. Nee jongens, grappie natuurlijk hè. Oh, echt? Ja, dat is grappig. Oh, ik dacht het serieus. Nee, dat was echt serieus. Maar goed, ik heb er wel zin in. Ik ben weer thuis en ik ga eventjes snel naar boven en misschien even wat eten. Want het is heel gek, maar ik ben al de hele dag best wel misselijk. En elke keer als ik wat wil eten, dan heb ik helemaal geen trek. Maar het is wel gek, want Ella die heeft het ook. Ja, het kan zijn dat het komt door het uit eten gaan donderdag. Wat het dan ook kokkies en oesters is. Het zou kunnen, ik weet het niet zeker. Maar goed, even naar boven, even eten. En hopelijk blijf ik niet zo misselijk. Kiekeboe, kiekeba, kiekeboe, kiekeba. Ella! Hey! Oh, heerlijk, het zonnetje. Ja, ik zag het al. Ja. Wat ben je aan het doen? Ben je met muziek bezig, man? Lekker, man, hé. Hey. Jij? Oh, sorry, ik sta in je zonnetje. Ik maar in de zon staan, dan kan ik het zien. Oh, zo, ja, kijk, nu sta ik in je zonnetje. Goed met jou? Ja, goed. Ja. Nou, eigenlijk niet echt. Wat dan? Ik ben misselijk. Echt al de hele dag. Ik kan niks eten, serieus. Ja, is goed, toch? Huh? Is goed, toch? Ja, ja en nee. Maar wat ga je doen vandaag? Ik ga naar Walibi Friday Night. Oh, leuk hoor. Dus ik ga even kijken of ik wat kan eten. En dan ga ik mijn spullen pakken. En als het goed is, is Noah straks hier. En dan gaan we let's go naar Walibi Friday Night. Jongens, ik weet niet of jullie het zien, maar kijk dan. Hij heeft dus geen banden aan rechts en links. Maar gewoon midden. Twee banden zo in het midden. Heel raar. Oh ja, en dit is trouwens Noah. Ja, hoi mensen. Hoi. Van harte welkom bij deze nieuwe vlog van Vincent Visser. Wat jullie niet weten is dat we Vincent zometeen in stukjes gaan hakken en dan achter in de auto leggen. En dan verstoppen op het terrein van Walibi. Precies. Want dat is de nieuwe Fanta Experience. Ja. Vet hè? Ja, wel leuk. Ja, heb je zin in? Ja, ik kan het maar één keer in mijn leven meemaken hè. Ja, dat bedoel ik. Pak het. Pak je kans.
Carpe diem. Ja. Ik ga tanken, tjus. Doei. We zijn aangekomen bij Walibi. Maar gezellig. Oké, jongens, ik heb iets heel doms gedaan. Namelijk heb ik heb mijn jas, die heb ik in mijn auto gelegd, maar we gingen met de auto van Noah. Dus ik heb nu geen jas. En het is echt koud. Hé, hey, joh. Jawel, het is best wel fris. Hoe koud is het? Oh. Nee, het valt nog wel mee. Maar ik heb ook een dikke jas aan. Oh. Nou jongens, ik moet maar een beetje blijven rennen, dan dat komt allemaal wel goed. Daar zijn we. Hier en zijn we dan. Joopie is er ook bij. Ik wil er niet in. Oprotten. Ik wil er echt niet in vandaag. Nee, ik hoef niet. Nee. Nou, Niek gaat de oliebol halen. Nee. Niek is een beetje bescheiden vandaag. Hij is zo bescheiden. Ja, kijk, hij vindt het een beetje eng, kijk. Maar wel, wat voor broek heb je aan eigenlijk? Kijk. Tuurlijk. Nee, ik hoef niet. Jij moet dikker worden. Nee, helemaal niet. Je moet dikker worden. Je bent veel te dun. Laat me met rust. We lopen dus nu zeg maar richting de Fanta truck. Alleen we zitten als het goed is nu in het gebied waar je dus mag worden laten schrikken. Waar je kan worden. Zo, ja, waar je kan worden laten. Zo, kom jij mijn woorden. Wat heb je gerookt, Finn? Nee, ik wil zeggen waar je kan worden. Laat schop, hè? Laat schrikken. Zo, hè? Schrik. We zijn nu zeg maar in een area waar je dus. We zijn nu in. Ik denk zo. Ja, goed. In deze area laat ze dus schrikken. Dat was hem. Dus ze vond je leuk. Ja. Ik zag het aan, dus ze vond je leuk. Dit is zo kut. Ja, dit is zo kut. Ja, je schrok, hè? Ja. Het is zo voor de hand liggend, maar alsnog schrik je ervan. Oh. Ik wil hier wegwezen. Oh. Heb jij nog een baby? Ja, wat heb je? Twee, hè? Ja. Twee. Shit, hoe weet je dat? Oh. Dit is echt. Hij weet alles. Ik ben dat. Oh, is dit niet de winkel? Zit het eruit als de winkel? Nee. Weet jij toevallig Sinkel? Dit vind ik een stomme grap. Winkel van Sinkel? Nee, dit vind ik een stomme grap. Gewoon vragen. Kan ik jou even in handen anders of zo? Ik ben weer veel te bij de hand. Dit is helemaal een slechte tactiek dit. Wij willen graag boodschappen doen, meneer. We beginnen met boodschappen. Goedenavond. Goedenavond. Hoi. Lezen jullie wel eens boeken? Niet dagelijks. Nee. Is het een beetje een interessant boek? Nou ja, nee, eigenlijk niet. Dus ik dacht, misschien wist je er iets van af, dan hoefde ik het niet te lezen. Ah, touché. Maar het gaat over Romeinen en zo, dus nee, maakt het niet uit. Maar waar je me misschien wel mee kunt helpen is boodschappen. Ja, hey, boodschappen. Nou ja, dat hebben wij nodig. Ja. Boodschappen nodig. Dus jullie gaan van mij boodschappen halen, is dat goed? Ja, voor jou boodschappen halen is goed. Dat is goed. Is het moeilijk, toch? Nee, dat is moeilijk. Doe je wel eens boodschappen? Ja, elke dag. En nu, ik ben net verhuisd, dus ik moet nu echt naar de supermarkt. Ja, jij moet wel echt, Ja, maar boodschappen, dat is wel... Nou, dat is heel fijn. Wat kunnen we voor jou meenemen? Nou, laat ik daar nou een lijstje van hebben. Oh, gruwelijk! Je volgt het lijstje van boven naar beneden. Boven naar... Nee, niet anders. Nee, dat moet helemaal goed komen. Nou, dus dankjewel. Dus moet je er zo terug. Winkelmandje verplicht. Daar. Doe ook maar een stokbrood. Ah! Fanta fles. Ah! Oh jeetje, van achter! Oh, oké. Okay. Wat een engert. Wacht, is dat mijn broer? Nee. En natuurlijk een Fanta voor jezelf. Die heb je verdiend. Waar ligt de Fanta? Hier. Huh? Hier toch dit? Dit is toch geen Fanta? Ja. Ja, maar dat is een Fanta. Oh. Ah! Oh, dat was hem. Hey. Hoi. Gelukt? Ik denk het. Jongens, het is zo grappig. Je hebt dan zeg maar een boodschappenlijstje. En dan moet je dus boodschappen gaan doen en dingen gaan pakken. En je weet gewoon, je wordt... mensen gaan je laten schrikken. Alleen, toch schrik je het, terwijl je het gewoon verwacht. Ja, leuk. En zij ben gewoon top. Nou jongens, de Fanta Scare Truck was leuk. Maar we gaan nu eventjes gewoon een beetje over het park lopen. Kijken of we nog leuke dingen kunnen zien. Misschien nog ergens een achtbaan in. Een cirkel. Wat heb je? Oh nee, iemand heeft me geliked. Oh. Nee. Nee, niks. Oh my god. Hey. Ik haat mensen.
SO naar Vins. SO naar Gio en naar Vins. SO naar Hanwe. Let's go. We kunnen niet in Walibi zijn geweest en dan zeggen dat we nog geen attractie hebben gedaan. Dus we gaan... Een attractie in. We gaan de attractie in. We mogen er niet meer in, jongens. We zijn te laat. Ja, ben je in een pretpark en ben je gewoon niet in een attractie geweest? Nee, lijp, hè? Dan ben je dood. Nou goed jongens, we gaan lekker naar huis. Het is mooi geweest. Ik ben moe. Ik heb de hele dag in de auto gezeten. Dus ik ga lekker slapen. Ah, de time is goed. Ik dacht van een haas. Bro, ze zit er gewoon, Daniel. Ja, wacht wel. Mevrouw. Hey. Maar ze beseft dat ze al de hele tijd naar mij zat te kijken. Hè? We mochten niet naar binnen. Bro, maar ze is gewoon koud. Ze is gewoon mooi, maar ik kan niet slapen. We hebben hier een kleine situatie. Je wordt compleet genegeerd. Ik vind het wel knap. Maar broer, ze kijkt recht in mijn ziel, man. Ja, ik weet niet wat er gebeurt daar, maar... We zijn nog eventjes langs Steven gegaan, want die heeft hier een huisje, dus we zijn nog een beetje chillen hier. Oh, jongens. Ik ben weer lekker thuis en ik ben echt helemaal kapot. Nick die heeft mij net afgezet, die rijdt nu weer weg. Ik ga heerlijk mijn bedje in, jongens. Slaap lekker. En tot morgen. Oh, jongens. Goedemorgen. Zo. Ik werd wakker. En precies waar de camera nu staat, daar lag ik gewoon. Ik heb hem gewoon op mijn bed laten liggen. Gisteren kwam ik thuis aan en ik was zo moe. En ik was nog eventjes foto's aan het overzetten van de camera naar mijn telefoon. Dus mijn camera stond nog aan. Hij stond natuurlijk niet op recorden, maar hij stond nog wel aan. Maar ik heb hem gewoon zo laten liggen. Ruben heeft volgens mij een filmpje gemaakt. Dus als Ruben het filmpje heeft opgeslagen, komt hij nu in beeld. Jongens, ik was gewoon zo moe. Ik ging lekker mijn bed in liggen. Ik had mijn tanden gepoetst. En ik dacht echt van, oh, poh. Ik was gelijk weg. Echt gelijk. Heerlijk geslapen, jongens. Oh, ik had echt nodig. Wat doe jij? Mannen! Jongen, joh. Er is een camera aangezet, joh. Wat gezellig. Ik ben lekker aan het Fortnite spelen met z'n drieën. Heel leuk. Leuk, hè? Maar we hebben allemaal geen headset. Dus, nou, trouwens, alleen... Oh, sorry. Nee, alleen Joris heeft geen headset, dus we moeten nu elke keer gewoon facetimen, willen we met elkaar praten. Maar het is wel gezellig. Ja, Joris verneukt het. Ja, Joris verpest het voor ons. Sorry, jongens. Het is vandaag maandag en het is tijd om naar de sportschool te gaan. En jongens, ik ben echt serieus aan het afvallen. En ben je nou benieuwd hoeveel? Dan moet je eventjes de serie gaan checken. Maar het is serieus al. Ik merk het ook al hier. Ik merk het al in mijn gezicht, zie ik het al. En ik merk het ook al echt aan mijn buik. Dus we gaan de goede kant op. Maar heb je de serie van Katje naar Sixpack nog niet gecheckt? Ga dan alvast even de eerste aflevering kijken. En morgen komt de tweede aflevering online. Maar het is ook tijd om nu naar de sportschool te gaan. Dus ik ga richting Haarlem en dan ga ik weer lekker gymmen met Hidde. Wat is het toch een prachtige dag vandaag. Een prachtige heerlijke zomerse dag. Echt fijn. Nou, daar zijn we. Oh jongens, zijn we lekker aan het trainen. Gaat goed? Wat ik zei, ik ben al echt een heel stuk afgevallen. Maar ik ga nog niet zeggen hoeveel. Dan moet je de serie maar gaan kijken. Maar morgen komt aflevering 2 online. Waarin we lekker aan het koken zijn en zo. Oh ja. Ja, die komt morgen. Lekker man. Oh, jongens. Nee, de training gaat echt goed. Serieus jongens. Ik word ook steeds sterker, merk ik. Dus het gaat de goede kant op. Zo jongens, het begint nu echt hard te regenen, maar goed. Training zit erop en het was een heftige, zware training. Maar we hebben hem overleefd. Dus ik ga gewoon even lekker naar de zaak bij mijn pa. Ga ik daar even chillen. Maar kijk, ik ben echt, zeg maar, echt heel trillerig en licht in mijn hoofd. En Hidde zegt dat komt omdat, zeg maar, het ontbijtje wat ik in de ochtend heb genomen is... meestal neem ik kwark en een appeltje en dan gewoon een banaan erin en zo. Maar Hidde zegt als je gaat trainen... Zo, jezus. Maar Hidde zegt dat als je gaat trainen, even wat iets meer eten. Dus ik had nu een broodje met ei, kipfilet, avocado. Maar ik ben dus nu zo trillerig, omdat dat eten wat ik dus vanochtend heb ontbeten, dat is alweer gewoon, ja, dat is weggespoord. Dus mijn lichaam trilt gewoon omdat het gewoon weinig voedingsstoffen heeft. Of ja, volgens mij een weinig suikerdingetjes. Dus ik ga even lekker op de zaak even een koffietje drinken en even een broodje eten, jongens. Want ik heb eten nodig. Maar goed, dat gaan we even lekker doen. Kijk eens even, jongens, hé. Ik ben weer thuis, maar Ruben zijn gips is er vandaag afgehaald. Goed, hè? Maar dit is wel een domme trip, dit, hè? Lijkt wel zo'n Japanse schoentje. Ja, toch? Zo'n sandaaltje. Ja, zo. Maar hier mag je gewoon alles mee doen. Nou, niet echt gek sport of rennen, maar gewoon... Maar je mag gewoon op staan. Maar doet dit pijn? Als je er, zeg maar, nu op staat, voel je dan iets raars? Of? Weet je. Het is niet zo erg. Nou, fijn, jongen. Dankjewel, fijn, je gips is eraf. Wow. Zo. Ik sta er gewoon op, hè? Het is niet normaal, Wim. Echt niet normaal. Zo, dames en heren, jongens en meisjes. Ik vond het mooi geweest. Ik ga zo lekker in mijn bed Fortnite spelen met deze meneer en Ruud. Want Willem, die kan... Oh ja, wel, we kunnen splitscreen doen. Ja, ja. Oh ja. Dus dan gaan we lekker met z'n vieren Fortnite. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En vond je deze video nou leuk? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later. Ja.